Te weinig mensen in het Olympisch Stadion zijn nu getuigen van de aftrap van de tweede helft. De Italianen leiden met 9-7 in de derde kwart van het spel. En de aftrap gaat naar nummer 25 van de Italianen, Giovanni Giardo. En die probeert met de bal zo ver mogelijk in het veld te komen, zodat de Italianen kunnen beginnen met de aanval. De Finnen, die zeer gebrand zijn op het tegenhouden van de Italianen, doen hier goed werk. En baldrager Gary Pearson, nummer 22, wordt hier tegengehouden door de defensie, de verdediging. Inmiddels hebben de Finnen de bal teruggekregen op hun eigen 16-meterlijn. Ze moeten dus 84 meter nog gaan. En het is Joey Jordan met de bal. Die loopt buiten de zijlijn in. En wordt hier nog ruim buiten het veld aangetikt. Wat onvriendelijk aangetikt door de Italianen. En dat geeft aan dat de gemoederen wat verhit zijn in de tweede helft van dit spel. De finale van de Europa Cup. Nummer 44, Harry Tele krijgt de bal. En hij zigzagt de baan door de defensie van de Italianen. We kijken nog één keer. De score is 13-9 nu voor de Finnen. Terwijl Harry Tele de bal krijgt van spelverdeler en het daglicht opzoekt, zoals ze dat zeggen bij American Football. En hij duikt zo in de eindzone van de Italianen. Harry Tele. Because right now this play is so tight, we have to score one more. So we can play more free game. En we zullen even kijken of de voorspellingen van Harry Tele uitkomen. De Italianen inmiddels in de aanval. Nummer 13, Domenichini met de bal. Geeft hem af aan Gary Pearson, nummer 22. En die is vrij door de verdediging heen van de Finnen. En daar gaat hij naar de eindzone. Maar hij wordt uiteindelijk getackled door collega-Amerikaan Bob Collins. Die de reddende tackle maakt. Kijk even naar de lichaamsschijnbewegingen van Pearson. Die alle tackles daardoor ontwijkt. En ook zijn teamgenoten die de baan vrijmaken voor hem. Gary Pearson. We zijn inmiddels in de vierde kwart, dus de ploegen zijn gedraaid. De Italianen nu van rechts naar links. En het is alweer Gary Pearson met de bal. En die gaat op zijn teentjes in de eindzone en scoort zo voor de Italianen. 15-14 nu de stand. Kijk rechts in uw beeld. Gary Pearson die net met twee voeten in de eindzone komt. En zodoende scoort voor Bologna. 15-14, de conversie was ook goed, dus inmiddels de stand 16-14. En de Finnen moeten er wat aan gaan doen. Joey Jordan krijgt de bal terug van een van zijn lopers. En hij gaat nu zelf langs de linkerkant van het veld. Hij snijdt naar binnen, maar wordt uiteindelijk getackled door de verdediging van Italië. Een goede run daar van Joey Jordan, nummer 7. En hier zien we de laatste gedeelte van die run. Hij snijdt naar binnen en probeert dus meer ruimte te zoeken. Maar hij komt daar de defensie tegen van Bologna. Maar ze zijn genaderd. Ze zijn dicht bij de eindzone van Italië. De volgende aanvalspoging van de Finnen. Nummer 7, Joey Jordan, de spelverdeler, krijgt de bal van de center. En Joey Jordan gaat weer gooien. Daar gaat de bal naar de rechterkant. En het is schitterend verdedigd door nummer 21 van de Italianen. Pier Paolo Rita. En Bob Collins was alweer de ontvanger die de bal had moeten vangen. Man. Zip. 27 pounds. Hugh Mendes, de coach van de Finnen, geeft de laatste instructies door aan spelverdeler Jordan. We zullen kijken of het uitkomt. De achterste van de lopers moet de bal krijgen en duiken door het midden. Dat gebeurt in de eindzone van de Italianen en een score erbij. Dit brengt de stand op 20-16 voor Taft Vanta. En de Finnen staan voor met nog enkele minuten te spelen. Het is nu de taak van de defensie om die voorsprong vast te houden. En we zullen kijken, de Italianen uiteraard moeten gaan scoren. Domenichini wil gaan gooien, er is geen ruimte voor hem. En hij wordt neergehaald door de ijzersterke defensie van de Finnen. Laatste gedeelte van de wedstrijd, Domenichini gaat weer gooien, hij moet wel. En weer is er geen ruimte voor Domenichini en wordt hij weer neergehaald. Door onder andere een juichende nummer 60, Heikki Tikkanen. De laatste seconden van de wedstrijd. Domenichini moet gaan gooien en het is weer de verdediging van Taft. Wat spelen die jongens ijzersterk hier in de laatste gedeelte. De spelers hebben het al door. Tijd tikt langzaam weg. De Finnen gaan winnen. En inderdaad, einde van de wedstrijd. De Taft-Vanta-spelers hebben Eurobowl nummer 1 gewonnen. De score 20-16. Mede dankzij een uitstekend spelende Joey Jordan. Hij werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van deze wedstrijd. Eurobowl 86. Financieel gezien een tegenvaller, want het publiek bleef weg. Sportief gezien was het toernooi een enorm succes. En u hoort winnende coach Hugh Mendes. What is true that you're coming to Holland next season? Looks that way. It does look that way, yes. Are you enjoying that? Love it. I like it. Yes, I really like it. Number
Vreugde bij de Finnen, verdriet bij de Italianen. Why are you so sad? Because Steve lose. Steve. But it was a good game. Yeah, it was a good game, but we would like to win that game. We practice all the year to win that game. En tot slot aan het woord, misschien de beste speler van het toernooi, Joey Jordan. Congratulations, because you played a wonderful game. Thank you very much. I really appreciate everything that this Euroball tournament has given to me. And most of all, I thank God up there for everything he has given me, because he gives me everything that I do. I don't do anything. He does it all. Hier de winnende Finnen die volgend jaar in Helsinki het Europees kampioenschap voor landenteams mogen organiseren.